anti-blafband. Doordat de hond voor wie wij deze gebruikten niet meer bij ons is, bieden wij te koop aan een anti-blafband. Ja, die hond is natuurlijk overleden aan die anti-blafband. Ik mag hopen dat het geen stroomstoten zijn die ze geven. En dan eens even kijken naar dat martelwerktuig. Ik hoor een hond blaffen binnen. Hij blaft nog steeds. Ze zei toch dat hij niet meer was, die hond? Zou ze gewoon weer een nieuwe hond hebben? Die moet ook een anti-blafband, ik hoor het. Goeiedag, ik kom voor de anti-blafband. Kom hier. Dag, ik ben Karin. Annemiek. Hallo. De vorige hond, Spike, moest Annemiek helaas wegdoen omdat hij constant blafte. En dit is Mila, de nieuwe hond. Voor deze heb je geen anti-blafband. Nee. Dit is de blafband. En wat doet hij dan als de hond blaft? Een schokje. Een schok? Ja. Mila, ik zal eventjes... Mila, kom eens hier. Je zou toch haast zeggen, Karin, zeg maar. Mila. Je zou haast zeggen, doen we de anti-blafband aan, maar het lijkt me heel zielig. Ja, het is ook... Ik vind het zelf heel zielig ook. Want mijn vorige hond, die was groter. Ja. Ja, die kreeg dan die band, maar als je hem omdraait, dan zat hij helemaal te trillen. Ah. Mila heeft nog geen zin om het wat rustiger aan te doen. Dus mag hij even in de tuin. En daar gaat hij vrolijk door met waar hij mee bezig was. Maar leg me uit, hoe komt een mens erop om dit te kopen voor zijn hond? Vanwege de buren. Vanwege de buren. Ik had mijn hond, die moest. Ik woonde eerst samen met iemand anders. Ja. En toen had ik dus de hond had ik genomen. En daarna kwam ik alleen. Dus ik moest elke dag... Au! Jezus! Kreeg je een schok? Oh! Dat doet echt heel zeer. Ja, een soort elektrisch schok krijg je. Je krijgt een... Gadverdamme! Je krijgt een behoorlijke schokje. Een soort schrikdraad. Je kunt met schrikdraad... Nou... Oké, vertel rustig. De buren hadden last van de hond en dat moest worden opgelost. Ik vind het bijna een martelwerktuig. Ik vind het ook. Maar ik vind het ook. Daarom heb ik mijn hond weggedaan. Het was dus of de hond weg of de blafband. En viel er niet met die buurvrouw te praten? Niet echt. Met de andere buren, dat ging op zich wel, maar met haar, dat ging niet echt. Welk nummer? Nummer 5. Tijd voor een keiharde confrontatie. Ik weet natuurlijk niet of ze er is. Ze heeft een koekoek. Als bel. Ja. Hier is niemand thuis. Ik denk het niet, nee. En hoe heette die? Spike. Spike? Spike. Ja, de stoere Spike. Dus als je... En hij is ver weg. Hij is nu in Surhuis ter Veen bij Friesland Groningen. Ik zou het toch eens proberen als je heel hard roept. Wat, Spike? Ja. Spike! Spike! Als ik hem in mijn armen kon hebben, dat... Wat dan? Dan was ik in tranen uit. En daar is die. Spike. Bijna een jaar lang heeft Annemiek haar trouwe, blaffende Spike niet meer gezien. En dat is heel lang voor een echte hondenliefhebster. Er wordt veel geknuffeld, geaaid, gekriebeld, gestreeld, gezoend en natuurlijk bijgepraat. Wat vind je hiervan, Spike? Helemaal niet. Kijk eens, wat vind je hiervan? Alles is vergeven en vergeten. Spike gaat straks gewoon weer terug naar Friesland en Mila... Ha!